papa. Hier, baby Dennis. Mag ik op de iPad? Baby Dennis, je ziet toch even dat papa aan de douche is, hè? Wat ben jij nu weer aan het zingen? Baby Dennis, vraag me even aan mama. Ja, of je op de iPad mag, papa is even bezig. Oké, dat is goed hoor. Schatje, de deurbel ging. Doe jij dat even open, lieverd? Ja, ik doe open. Oké, schat. Zo, oké, zo. Ik kan uit. Je kan niet zeggen dat ik een vader ben, hoor. Met mijn kindje baby Dennis en mijn prachtige vrouw. Het is helemaal in shape. Mijn sixpack is op en top. Nou, eens even kijken wie daar beneden aan de deur was, hoor. Schatje? Nee, schat. Ik kon net naar boven komen. Naar boven komen, lieverd. Ik heb goed nieuws. Wat voor goed nieuws, schatje? We zijn vanavond weer een keertje saapjes. Met z'n tweeën. Lieverd, we zijn elke avond samen. Hè? Met z'n kleine natuurlijk. Onze, ja, maar onze vanavond... prachtige knulletje baby Dennis. Ja, maar zonder hem vanavond. Oh, lieverd, heb ik jou al gezegd hoe blij ik ben. Gewoon met ons als gezin, als familie. Lekker knus, met die kleine erbij. En dan wordt ons zo groot, ja, hè? Ja, ik ook. Maar, zeker. Wat bedoel je, samen? Nou, baby Dennis is net opgehaald door de oppas. Ik kon hem ophalen. Wat zeg je daar? Is dat niet goed? De oppas, die hem kwam ophalen, dat zei die. Wacht even, schatje. Je zegt dat hij is opgehaald door de oppas? Ja, ik dacht dat jij dat geregeld had. Wat zeg je nou, schat? Hij is opgehaald door de oppas? Ja, is dat, klopt dat niet dan? Lieverd, wie heeft die oppas geregeld? Jij? Nee, ik dacht jij. Schatje, ik heb helemaal geen oppas geregeld. En welke oppas om 8 uur 's avonds? Maar dat zei die. Nee, schat, dat meen niet. Schatje, dat meen niet. Baby Dennis, Lieverd, aan wie heb je hem meegegeven? Aan de oppas. Ik dacht dat jij dat had geregeld. Schat, samen luister, ik heb helemaal geen oppas geregeld, oké? Ik weet niet wie hem komt ophalen, nee. Maar wie was dat dan? Oh nee, schat, dit is foute boel. Ik claim op, schat, maar maak je klaar, oké? Je moet naar het politiebureau. Iemand heeft baby Dennis meegenomen, oké? Nee, maar dat kan niet. Nee, schat, kijk wat je hebt gedaan. Je moet me omkleden, nu meteen. Oh, maar dit was niet de bedoeling. Schat, maak je klaar, oké? Maak je klaar. Schat, dan blijf je nou, schiet eens op. Ja, ik kom al. Hoe durf je ook, lieverd? Hoe kan je dan zoiets doen? Dat weet ik toch niet. Ik dacht jij dat nou doen zonder overleg, zomaar onze kleine meegeven aan een random iemand. Ik ga maar meeneem, niet zo schat, vraag toch even hoe of wat en wie het is. Ja, spijt me, maar ik uur s'avonds heb je onze kleine meegegeven aan een wild vreemde, hè? Oh, weet je hoe gevaarlijk dat is, lieverd? Pas. Oké, schatje, stap uit. Ja. Meneer agent. Hoe dan ook. Onze zoon is vermist, oké? Okay? Jullie zoon, kunt u een beetje omschrijven hoe die eruit ziet? Kleine knul, lijkt op zijn vader, op mij. Hoe is jij dat schat? Klein knulletje, draagt nog luiers. Maar luister. Hoe oud is die? Even tijdens een aapje bij zich. Hij heeft een knuppeltje bij zich. Ja, mijn vrouw heeft hem meegegeven aan een wild vreemde. Het was namelijk zo, ik was aan het douchen. Wel ging en opeens werd er gezegd dat de oppasser was voor baby Dennis en mijn vrouw. Ja, dat weet ik dus. Ja, die wist niet beter en die heeft natuurlijk hem gewoon meegegeven. Die dacht dat ik dat had geregeld. Hij is dus meegenomen door de wildvreemde en we hebben geen idee. Dat is niet goed. Eigenlijk moet je nooit de deur open doen in de avond, dat weten jullie. Nee, maar schat, hoe kan je dat nou doen? Ja, het spijt me, ik weet het niet. Je weet hoe gevaarlijk het is hier in mijn broek, even als het donker is. Inderdaad. Nou, meneer en mevrouw. Alsjeblieft, het hele politieteam sturen om te zoeken, alsjeblieft. Ja, we gaan ons onderzoeksteam erop sturen. Oké, ik hou van die jongen. Ja, we kunnen niet zoeken. Oké, dat komt in orde, oké. Als er aan de hand is, als we hem hebben gevonden, dan geven we u een belletje. Ja, dat belletje. Dit is inderdaad ernstig, dus we gaan er gelijk werk van maken, oké. Ja, graag met het hele politieteam en de brandweer. Zorg dat u een puntagent, oké. Ja, dat komt goed. Ja, we moeten onze zoon terug. Het was een fout van ons als ouders zijn er maar. Ja, niet meer doen. Oh jee, hopelijk hebben jullie ervan geleerd, oké? Ja, die hebben we. Ja. Oh, Dennis. Oh, lieverd, ik weet hij moet terugkomen. Wat moet ik nou doen? Schat, het kan er best overkomen. Schatje, het komt goed, oké? De politie vindt hem wel. De politie moet hem geven. Dat is hartstikke mooi. Schatje, wordt er wel. We zullen het hebben. Momentje, schatje, mooi. Hallo, met de vader van baby Dennis. Kijk je met de Goedendag, met de politie van Broek even. Jazeker. Oh, alsjeblieft, dat niet goed nieuws zijn. Nou, helaas moet ik u teleurstellen. We hebben slecht nieuws. Uw baby Dennis heeft in een auto-ongeluk gezeten en ligt nu in het ziekenhuis. Wat zegt u me nu? Ja, u hoort
met het goed, helaas. Mijn kleine zoon is in een auto-ongeluk geweest en hij ligt in het ziekenhuis. Ja, dat klopt helemaal, meneer. Jullie hebben hem gevonden, jullie hebben hem gevonden. Jazeker. Een auto-ongeluk. Moet ik naar het ziekenhuis komen? Ja, graag, meneer. Hij is er slecht aan toe. Oké, ik kom er nu meteen aan. Schat, je doet mee niet. Ze hebben hem gevonden. Hij ziet er echt wat goed. Nee, maar schat, ze hebben slecht nieuws. Hij is gevonden in een auto-ongeluk. Hij is er ernstig. In een auto-ongeluk? Ik ga nu naar het ziekenhuis, schatje, kom mee. Oh, schatje, kom nou, tempo. Ja, ik ben er al. Ach, en ik kom voor mijn zootje, baby Dennis. Ja, waar is ja, die? Ja, die ligt hier in het ziekenhuis. Hallo. Mag naar hem toe? Jij bent de vader van baby Dennis, denk ik. Wat klopt, dit is zijn moeder. Dat klopt. Oh jeetje. Ja, jullie mogen hem even zien hoor. Kom maar even bij me mee, oké? Okay? Dat is goed. Wat is er nou precies gebeurd? Nou, baby Dennis is in een heel heftig auto-ongeluk gebeurd. Hij is de dader. De dader. Weet je waar de dader is, meneer de agent? Nee, dat weten we helaas nog niet. Dat moeten we gaan onderzoeken. Is de situatie ontvlucht? Jazeker. Ingbert, kijk hem nou. Ja, jullie mogen wel even met de plek. Ik ga wel even buiten. Waar ben ik? Baby Dennis, kan je me nog? Oh, baby Dennis, het komt goed, oké? Okay? Ik ben de vader. Papa, mama zijn hier. Baby Dennis, hoeveel vingers steek ik op momenteel? Paars. Oh, dit is niet goed. Schatje, ik kan het niet aan. Nee, dit is niet goed. Oh, ik kom bij je staan. Oh, lieverd, dit komt goed. Goed. Ja, dat moet. Ik heb zoveel pijn. Dokter, hij heeft pijn. Ja, zeg het eens. Oké, je moet dat doen. Ja, dokter. Ja, dat doet het wel. Ik ga wel even aan de slag met baby Dennis. Ik blijf bij je. Schatje, blijf jij maar daar. Ja, dan doe ik de gordijn even dicht. Hoe kan dit nou zo verder? Geen idee, meneer. We moeten het overlaten aan ons speciale team. De dader is gewoon gevlucht. Jazeker. Hoe kan dat nou? Hoe konden jullie de dader niet vinden? Jullie hadden één taak, agent. Kom op nou. En het speciale team gaat het nu oplossen. Dan, want, we gaan hem vinden. Ja, we gaan het oplossen. Hij is in kritieke toestand, oké? Okay? Ja, sorry, meneer, dat dit is gebeurd. Ja, dit breekt wel echt een hart van de vader, hoor. Dit breekt echt mijn hart. Ja, dat snap ik, meneer. Speciale team, wie is dat dan? Goedendag. Hallo, wie bent u? Goedendag, meneer. Hoi. Ik ben een detective van het speciale team, van het speciale korps, oké? Oké, wat is uw naam? Ik ben Harold, maar noemt u mij maar detective, oké? Oké, detective Harold, en u kon me helpen met dat het u er bent, van de dader. Inderdaad, ik heb wat informatie, oké? Oké, dat is goed, Er zijn namelijk drie verdachten. Oké, wilt u nog wat dingen weten over het slachtoffer, baby Dennis? Ik heb alles al te horen gekregen van de politie, oké? Oké, je hebt mijn hulp nodig of iets? Hoe zit het nu verder? Nou, als u wilt dat ik u erbij betrek, dan inderdaad. Ja, dan, graag. Ik wil kan ik u wat hulp aanbieden. Die smeerlap is, die speuk die... Inderdaad. Even te zorgen dat mijn jongen nu in het ziekenhuis ligt. Dus graag, detective Harold. Dit is tragisch. Dit is niet normaal, inderdaad. Nee, ik heb het met u te doen, oké? Even die ik ooit heb gehoord en wat ik ooit heb meegemaakt. Voornamelijk ook wat mijn kind betreft, weet je wel. Inderdaad. Waarom komen wij er ook bij, het speciale korps? Ja, dat is fijn. Ik ga met u mee, oké? Oké, meneer, dat is fijn. Oké, daar staan we dan. Voor het huis van verdachte nummer 1. Oké, verdachte nummer 1. En wie is het? Inderdaad. Haar naam is Angela. Angela. En zij is heel erg rijk opgegroeid. Met rijke ouders, echt stinkrijk. Oude limousine, oké. En inderdaad. Nummer 1 van de 3. Dit is de verdachte, inderdaad, nummer 1. Oké, laten we naar binnen gaan. Oké, meneer, bel maar aan. Ding dong. Ja. Goedendag. Binnenkomen, detective Harold. U bent waarschijnlijk Angela, is het niet? Binnenkomen. Ja, dit is detective Harold van het speciale korps. Kunnen we binnenkomen? Eens even kijken, de foto's komen overheen. Dit is inderdaad Angela. We mogen binnenkomen. We hebben daar recht op. Vooruit voor deze ene keer. Oké, mevrouw. Ik zal het verhaal ook even vertellen. En dan stelt hij de vraag, er is een ongeluk gebeurd. Waarbij een kleine jongen genaamd baby Dennis in het ziekenhuis is beland. Jij bent een van de verdachten en de detective hier gaat alle vragen stellen. Ja, inderdaad. Dat gaat over aan de detective. Dus mevrouw, heeft u iets te maken met deze zaak? Nee, ik haat kinderen. U haat kinderen? Oké. Ja, dan gaat het natuurlijk niet zo dat u een kind heeft, inderdaad. Nee, natuurlijk niet. Detective, het kan wel juist de oorzaak zijn dat ze daarom ervoor heeft gezorgd dat ze mijn kind heeft ontvoerd, hè, omdat ze kinderen haat. Inderdaad. Dat kan inderdaad ook. Dat ze van hem af wil, dat kan, hè. Loopt hier nou iets te zeggen? Die
kleine knulletjes die veroorzaken behoorlijk wat kattenkwaad hier en daar. Maar dat hadden wij ook gedaan toen wij jong waren. Inderdaad. Asra, waar was jij gisteravond? In de auto, naar huis. Waar was je vannacht? Gewoon in de auto. Thuis, in mijn bed. Okay, en waar was u naartoe aan het rijden in de auto? Ja. Naar huis, zeg ik toch net. En wat is de reden waarom je kinderen niet mag? Ze zijn zo vervelend. Echt mijn slotkinderen altijd gewoon. En dan lopen ze weer hier alles overhoop te halen en buiten spelen. En dan weer mevrouw, over de weg te rennen. Zou u ooit een kind iets aandoen? Nee. Stel een kind het vent tegen jou. Ik zou het nooit doen. Natuurlijk niet. Dat is even vragen. Nee, zeker niet. Nee. Oké. Een beetje een lastig val hier op een privéavond. Bent u een soort van Karen? Karen? De naam is Angela. Heb je dat niet gehoord? Geen Karen? Oké, ga verder. Het is heel vervelend van uw zoon, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik zit hier gewoon met mijn programmaatje te kijken. Ja, wil je niet zo met mijn zoon beginnen? Dat ligt hartstikke gevoelig, oké? Ja, nou, dat Angela. Ja, ik denk dat dit het niet is, hoor. Niet zo huilen, die tranen vallen op de grond hier. Ja, ik denk het ook niet, Maar we houden u in de gaten, oké? Wat een onzin dit. Inderdaad. Op naar de volgende. Ik hoop dat die gewonnen wordt. Ja, dankjewel mevrouw, dankjewel. Kom maar. Oké, fijne dag Angela. Ja, doei. Oké. Wel heel brutaal hoor, grote mond ook. Inderdaad, daar hebben we niks aan. Nou ja, toen ze begonnen over mijn kleine zoon, raakte het me wel gevoelig. Maar laten we doorgaan naar dader nummer 2. Oké, daar staan we dan, voor het huis van verdachte nummer 2. Oké, en wie is de verdachte? Met wie hebben we nu te maken? We hebben te maken met Gerda. Dat is een 84-jarige vrouw, oké? Oké, laten we naar binnen gaan. Oké, en zij blijkt in de antiek te zitten. Dus ze heeft heel erg veel antieke spullen en daar verkoopt ze ook allemaal dingen van. Oké, antieke spullen, dat is goed. Laten we aanbellen. Ding dong! Wie koopt dat nou weer? Zij rond dit tijd. Ding dong! Hallo? Ja. Detective! Detective voor de speciale korps! Oké, mevrouwtje. Inderdaad. Wat is dit allemaal? Ik vind dat het hier een probleem is. Ik ben namelijk een verdachte van een ongeval. Inderdaad. Een ongeval? Hoezo? Ik weet niet of dat u er bekend mee bent, alleen... Dat kan hier zo in zijn tafel. Moeten jullie een kopje thee, een kopje koffie? Nee, ik kom hier niet voor een theekransje. Nee, dankjewel. We hebben een aantal vragen voor u, oké? Het koekje is een hele trommel vol. Oké, doe maar één koekje dan. Mevrouw, Dat is goed. Vertel u al de vragen. Ik heb nog niet gegeten, oké? Zo duurt het alleen maar wel langer, hè? Maar is goed, oké? Eén koekje dan, kom op, dat kan wel. Helemaal goed. Een koekje vol. Voor de verdriet. Ja, super. Dank u wel. Dit koekje is wel aardig lekker, hoor. Kan ik het vertellen? Ik heb echt veel gebakken. Hier, kijk eens aan. Laten we focussen op het gesprek, oké? Ja. Inderdaad. Vertel. Oké, Gerda. Ik weet niet of u er bekend mee bent, alleen er is een ongeval gebeurd. Een ongeval? Wat voor inderdaad, met een klein jongetje genaamd Baby Dennis. Ach. Kent u die toevallig? Ja, toevallig? Nee, mevrouw. Sorry dat ik zo onderbreek. We zijn bezig met een belangrijk gesprek, oké? Weet het zeker. U moet hem wel even doen. Ik denk dat dit onderzoek wel goed kan beïnvloeden. Oh, waar was deze mevrouw gisteravond? Oké. Waar ik gisteravond was, dat is een goeie. Ik denk dat ik aan het verkopen was, als ik eerlijk mag zijn. Aan het verkopen? En wat verkoopt je allemaal? Nou, antiek. Want niet gewoon allemaal oude dingetjes en zo. Oké. Oké, dit komt allemaal overheen. Deeltjes. Heeft u een auto? Nee, ik heb wel toch een koekje voor u. Moet u die hebben? Nee. Mevrouw, dit is... Ik zou niet overgaan, eentje voor mij dan ook. Mevrouw, heeft u een rijbewijs? Rijbewijs? Ja, ik zal even uitleggen wat er aan de hand is. Want het lijkt dat u niet de zaak echt serieus neemt. Er is dus een ongeluk gebeurd waarbij een kleine jongen, een baby, is verongelukt, oké? Hij ligt nu ernstig gewond in het ziekenhuis. Jeetje, wat heftig. Het is een kritieke toestand, oké? Dus het is een serieuze zaak. Dus met de koekjes kunt u daarmee stoppen, alstublieft. Inderdaad. Met de koekjes zou ik stoppen. Dat is geen enkel probleem. Dus mevrouw, heeft u een rijbewijs? Nee. U heeft geen rijbewijs. Bent u ooit illegaal de weg opgegaan zonder rijbewijs? Nee. Ik zou me echt aan de regeltjes houden, hoor. Oké, dat is goed, mevrouw. Dat doet u goed. Ik heb hier in het kastje heb liggen of zo. Alleen, mevrouw, heeft u kleinkinderen? Jazeker. Ik hoef geen koekje, hoor. Ik hoef geen koekje. Maar ik denk eigenlijk van wel, hoor. Nee, dat is echt wel goed zo. Ja. Nee, ik heb wel genoeg gehad. Maar het is nooit genoeg, hè? Nee, mevrouw, het is wel meer dan genoeg zo. Oké. Mevrouw, dit is... Ruim, hè? Dit is genoeg, hoor, mevrouw. Dit is al genoeg. Leg de hele tafel vol, hè? Weet je wat, Harold, ik denk niet dat het... Ja, nee, dit hier is... Hier moeten jullie een taartje mee van de weg voor Nee, ja, dit is goed hoor, ik neem wel een... Ik neem wel één koekje mee. Ja, sorry voor het... Ik heb nog geetjes liggen, zo hè. Kijk, je neemt wel mee, hoor. Oké,
Ja, doe maar, doe maar. Heerlijk, maar nou heel veel succes. Fijne avond, fijne avond, zeg maar. U weet waar u moet zijn. Ja, dat weet ik inderdaad. Bedankt voor de gastvrijheid. Oké, laten we gaan. Dit was gewoon een doodnormale oma. Ik heb zo mijn twijfels of we het wel gaan vinden op deze manier, hoor. Want dit lijkt helemaal nergens op. Hoe zijn dit überhaupt verdachten, Zalt? We hebben nog één verdachte, oké? Er is nog hoop. Oké, daar staan we dan. Voor het huis van verdachte nummer 3. Het ziet er niet heel erg best uit, kan ik je vertellen. Inderdaad, inderdaad. Het, nou, dat komt wel overeen met de beschrijvingen van Jack. Zo heet hij ook. Oké, Jack, en waarom is hij Jack is namelijk een erg grote alcoholist. Ja, alcohol is nooit goed, hè? Nee, inderdaad. Dat doet blijkbaar geen goede dingen, zoals je het ziet. Oké, dat gaan we dan. Ding dong! Detective, politiekorps, ding dong! Open doen, nee, dan, open doen, nu meteen! Open doen! Zo, wat een lucht hier! Oh, snowy! Inderdaad, joh! Wie zijn dat? Jack, ik ben Dennis en dit is detective Harold van het politiekorps. Kunnen wij jou even kunt u even opstaan, hè? Alsjeblieft? Wat zou ik rondkijken? Heb je een zaklampje bij je? Ik heb een zaklamp bij me altijd. Lijkt me stom dronken trouwens, of niet erbij is. Eens even kijken. Ja, dat komt al. Dat komt inderdaad al overeen met de beschrijvingen. Oké. Wat ligt hier allemaal? Wat is dit? Dat komt inderdaad van alcohol. Mooie fabriek hier, hè. Jack, ga maar even zitten. Meneer, Moet jullie me even helpen, jongens? Jack, ga maar even zitten. Oh, jongens, zo gek. Jack, ga maar eventjes zitten, oké? Neem maar plaats. Oké. Jack, andere kant op. Ga maar even hier op het bed zitten, ja? Of je wilt gearresteerd. Oké, ik zit, hoor. Oké, Jack, kan je even naar mij toe kijken hoeveel vingers steek ik op? Ja, perfect. Kijk, kan jij even iets trainen, detective Harold? Dit heb ik ooit meegekregen. De zaklamp van links naar rechts schijnen. Jij moet het. Inderdaad. Oké, van links naar rechts. Oké, hij kijkt er gewoon totaal niet. Jack, waar was jij vanavond? Wat heb je gedaan? Was je in de bar? Nee hoor, ik was bij een fabriek. Jack, was je in de bar? Ik was misschien wat biertjes. Wacht, ik heb in mijn broek gepoept. Ja, dat is te ruiken, Jack. Dat wist wel, meneer. Volgens mij wel, denk ik. Jack, heb jij vanavond nog iemand opgehaald? Nee hoor. Jack, toen we hier aankwamen, zagen we wat beschadiging bij je auto. Ben je ergens tegen aangereden? Nou, ik ben wel tegen een paaltje gereden bij de fabriek. Zat er iemand naast jou, Jack? Met de naam Baby Dennis? Nee, ik ken helemaal geen Iba Dennis. Baby Dennis, Jack! Nou, misschien ken ik die wel. Een klein geel jongetje. Heb je die gezien? Ik zie wel een geel iemand voor me staan. Weet je wat? Ik ga gewoon even water. Dit keer doe ik dat. Ik geef hem wel een klap in zijn gezicht. Ja, ben je wel benieuwd, Jack? Stel je hier wat vragen, ja? Jack. Jack, dat was helemaal niet zo hard, Jack. Oké, Jack. Als je nu niet wil luisteren, dan weet ik het ook niet. En de 3, en de 2, en 1. Hoppakee. Wat is er? Jack, luister, ik ga nu wat vragen. Jack. Ben je samen geweest met iemand? Heb je iemand opgehaald? Ja, ik denk het wel. Genaamd Baby Dennis, een klein jongetje. Geel mutsje. Je denkt het wel, maar weet je het toch zeker? Hij was wel heel klein en ik zou op hem oppassen. Dit is hem inderdaad. Dit is hem. Bel de politie. Oké. Nu meteen inderdaad. Politie. Jack wordt gearresteerd op verdenking van dronken rijden. En natuurlijk heb je ervoor gezorgd dat er een ongeval is gebeurd. Waardoor mijn zoon in het ziekenhuis is beland. Je wordt gearresteerd door de politie. Mag ik een biertje doen? Ja, we hebben hem. Kom maar, politie. Hier binnen, agent. Dit is de dader. Handen terug. Detective Harold, kan ik jou buiten spreken? Detective Harold, hartstikke bedankt. Oké, voor alles. Geen probleem, meneer. Ik moet even opnemen, hoor. Momentje. Maar natuurlijk. Ja, hallo. Ben je met het ziekenhuis? Met de vader van Baby Dennis? Ja, zeker weten. Ik ben namelijk de dokter. Je had me gebeld. Vertel me alsjeblieft dat het goed nieuws is. Nou, ik heb eigenlijk heel slecht nieuws voor jou, Dennis. Hoe bedoel je? Slecht nieuws, dokter. Baby Dennis is helaas overleden. Nee. Ja, hij heeft een hartstilstand gekregen. Nee, weet je niet, dokter. Ja, zeker. Sorry dat ik dit moet vertellen, Dennis. Nee, ik moet nu meteen mijn
gauw bellen. Het spijt me. Is goed. Oh nee, ik heb slecht nieuws gekregen, Harold. Vertel op. Mijn zoon is overleden. Baby Dennis is overleden. Ga ik dit met mijn vrouw moeten delen? Oh, nee toch. Dit meent u niet. Deze dag is letterlijk veranderd in een nachtmerrie, jongen. Wat moet ik nu doen? Moet ik dit ooit tegen Sarah vertellen? Ik sluit het op jou af. Ik weet even niet meer wat ik moet doen, hoor.